In de gemeente Nijmegen geldt dit jaar een verbod op het afsteken van al het vuurwerk boven categorie 1. Maar het kopen en het verkopen van alle categorieën vuurwerk is niet verboden. Voorvechters van het verbod hebben daar een duidelijke mening over. Ja, dat is natuurlijk heel krom. Mensen kopen dat om het af te steken. En die gaan heus niet met oud en nieuw buiten de grenzen om daar het vuurwerk af te steken. En misschien doen ze het hier en daar in de natuur of in de bossen, maar dat is dan weer heel slecht voor wilde dieren. Maar natuurlijk gaan ze dat afsteken. Ik begrijp niet dat er een vuurwerkverbod is. Nee, naar mijn mening is categorie 2 vuurwerk relatief veilig. Zolang het wordt afgestoken aan de hand van een gebruiksaanwijzing, een aansteeklont wordt gebruikt, een veiligheidsbril op is, dan moet dat gewoon kunnen. Dus ik begrijp het verbod niet. Begrijp je dat mensen zeggen vuurwerk moet niet worden afgestoken in verband met de dieren, de overlast die dat voor wilde dieren en huisdieren geeft? Ik kan me goed voorstellen dat mensen dat zeggen. Tegelijkertijd is het ook weer zo dat het blijft een traditie. Dat doen we al decennia lang. En het is maar één keer per jaar. Van 6 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts mag je afsteken. Dat is een tijdsbestek van 8 uur. Ja, hoeveel overlast kun je daarvan ervaren? Blijf binnen met de honden, met de katten, met andere huisdieren. En dan heb je er ook geen last van, denk ik. Het vuurwerk is ontzettend slecht voor dieren omdat ze er ontzettend bang voor zijn. Dat geldt zowel voor gezelschapsdieren als voor wilde dieren. Als je kijkt naar gezelschapsdieren, daar begint het al maanden voordat het oud en nieuw is. Wordt er overal geknald en zitten honden trillend thuis of vluchten weg. Komen soms onder auto's daardoor. Maar lopen ook echt trauma's op, dat ze niet meer de weg op durven bijvoorbeeld. Een alternatief zou kunnen zijn dat je bijvoorbeeld een grote show organiseert als gemeente. Op een plek waar het geen kwaad kan. Maar je kunt ook denken aan een lasershow of een show met drones. Er zijn heel veel nieuwe dingen tegenwoordig al mogelijk. Waarvan het heel erg de moeite waard is om te kijken van, is dat niet ontzettend leuk als alternatief voor de stad? Naar mijn mening moet er in ieder geval geen algeheel verbod komen. Ik denk dat het verstandiger is als de gemeentes vuurwerkvrije zones gaat instellen. Om op die manier ervoor te zorgen dat ziekenhuizen geen last hebben van de overlast. Bejaardentehuizen, et cetera. Zo hou je iedereen tevreden. Dan kan vuurwerk worden blijven afgestoken. En dan kunnen wij ook blijven doorverkopen. De natuur en het milieu hebben het zwaar. Dieren hebben het al helemaal zwaar met oud en nieuw. Maar er zijn ook heel veel mensen die er last van hebben. Elk jaar zoveel gewonden. Dat moeten we niet willen. Laten we van de oud en nieuw traditie voor iedereen een feest maken.